En nu hier even uitzoeken wat ik kan doen voor 22 kron. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog in Oslo. Het is meteen ook de laatste vlog hier in Oslo. Maar we zijn vandaag zaterdag en vandaag vlieg ik terug naar huis. Het is nu 8:30 en om 12:30 vlieg ik, dus rond 10:30 moet ik in de luchthaven zijn. Dus ik heb nog een uur of twee om te shoppen. En ik kan ook blijven liggen in mijn bed, want het check-in is maar om 11 uur of zo. De check-out. Maar ik wil graag nog een klein beetje van mijn dag genieten vandaag. Al is het dan met een valies. En heel wat zakken. Mijn valies is trouwens ook totaal nog niet even gesorteerd. Is het nu vol? Maar dat kan niet. Dus we gaan hem straks nog ook een klein beetje beter pakken. Maar eerst drank gaan halen, want ik ben terug super dorstig. Net door de security geweest en ik ben drie keer tegengehouden. Ik heb mijn sleutels laten zitten in mijn broekzak, dus ik heb zo al tegengehouden geweest. En mijn valies is tegengehouden geweest en mijn handtas is tegengehouden geweest. Niemand aan ging waarschijnlijk denken van wat is dat hier. Nu probeer ik mijn gate te zoeken. En nu hier even uitzoeken wat ik kan doen voor 22 kron. Alleszins het niet. Jammer genoeg, dat ook niet. Ook geen loze chocola. Ik wil dit wel, maar dat kan je niet kopen voor 22 seconden. Geen modder gaan over prijs, noem zo voor het neertje. Wat kan je doen met 22 kronen? En waar is mijn kate? Een aantal uur geleden ben ik thuisgekomen. Ik heb ondertussen naar thuis gekeken, want ik moest nog een aantal afleveringen halen. Morgen doe ik verder. Ik heb de aflevering van Blind Trouwd gekeken. En nu is het 7:45 en ik had gewoon zin al om voor te gaan bereiden op het slapen gaan. Zo niet veel energie om nog iets te doen. Dus zo'n dagje, ja, dat je vooral zit te wachten en onderweg bent en wachten en onderweg zijn en wachten en niet echt iets productief. Maar dat hoeft ook niet.
heb ook mijn valies nog niet leeggemaakt, want ik ben niet zo iemand die thuis komt en direct zijn valies leeggemaakt. Nee, die ligt daar nog eventjes. Maar ik ga het wel morgen doen. En ondertussen ga ik morgen ook een deel van mijn kamer opruimen. Want het was niet zo leuk om in zo'n stond boel thuis te komen. Nu zit ik op bed. Ik heb net mijn benen eventjes ingesmeerd met een heerlijke knijp body mist. Ik heb nieuwe lakens. Alleen geen nieuwe, maar verste lakens. Ik heb mijn voetjes even ingesmeerd, want ze zijn echt super slecht aan het doen op dit moment. Hopelijk verbetert dat, maar ik denk dat het nog niet voor de eerstvolgende dagen zal zijn. En nu ga ik gewoon even rustig aan doen, een beetje in bed liggen, iPadje. Zo, die dingen. Ik ben echt helemaal verslaafd geraakt aan deze serie. Dit is de Umbrella Academy.